Vandaag we keren Den Haag de rug toe, want al die linkse vegetariërs hier die om een zelfverzonnen stikstofprobleem de boeren hun land afpakken, ja, dat moet nu stoppen. Ik denk dat we aan de vooravond staan van een hele decadente collectivistische revolutie. En die begint altijd, kijk maar in de geschiedenis, met een aanval op de boeren. Stalin deed dat, Pol Pot deed dat. De boeren die controleren namelijk land, die hebben kapitaal. Dat zijn de hardwerkende Nederlanders. En die zitten aan de bron van ons voedsel. Mensen die nog nooit een schop in hun handen hebben gehad, die nog nooit op een trekker hebben gereden. En die zitten nu bij D66 en de VVD en die zijn allemaal leuke praatjes aan het houden. Maar uiteindelijk hebben wij straks honger. Laten we die hele politiek weer terugpakken.